Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. We staan er weer achter het desk. En jongens, 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 wat is het warm. Het lijkt wel zomer. Dus vandaar lijkt het me een enorm goed idee om vandaag eens een zomerhitje te maken. En dat gaan we aan de hand van jullie ingestuurde woorden. Nee, natuurlijk gaan we dat niet doen. Natuurlijk gaan we dat niet doen. Opzouten met die kutwoorden. We zijn er helemaal klaar mee. Vandaag gaan we het over een andere boeg gooien. We gaan gewoon zonder enige opdrachten of andere woorden die zijn ingestuurd, gaan we het gewoon lekker doen. We gaan gewoon lekker eigenlijk op nul beginnen. En ik heb iets gekocht. Ik weet dat ik nu uit beeld ben. Nu ben ik weer in beeld. Ik heb een whiteboard gekocht. Wauw, dat is mooi. En wat stiften. En wat we hiermee gaan doen is een mindmap maken. Want een mindmap is altijd goed. Ook als je een spreekbeurt gaat maken of als je iets anders gaat bedenken, dan is het goed om eerst even alles op te schrijven waar je aan denkt bij dat onderwerp. Je eerste gedachten zijn meestal het best namelijk. Ik heb hier dat whiteboard. En dat plastic... Dit gaat nog niet eens zo makkelijk. Wat een gezeik. Dat is gebeurd. We hebben een whiteboard. En we hebben hier een paar stiften. Ik heb de kleur zwart gekozen. Je kan er zelf natuurlijk altijd een andere kleur kiezen als je een andere kleur leuker vindt. En hier schrijven we in het midden op zomerhit. Hey, hey. Want dat is vandaag het doel. Een zomerhit. Waar denken we aan bij een zomerhit? Ik zal vast beginnen. Dan kunnen jullie straks de tweede bedenken. Ik denk aan zon. En bij de zon horen ook nog zonnestralen. Heel goed, heel goed, heel goed. Kijk, nu komen we ergens, nu komen we ergens. Ik ga een nieuw kopje maken. En daar zet ik bij. Komt-ie, hè? Hey, spanningsmuziekje kan nu wel komen. Strand, jawel. En daarbij doen we nu ook gewoon happethee. Doen we die weer naar boven. En zo beginnen toch al aardig vorm te nemen. Emotie, blij, opgewekt. Even een Feyenoord logo getekend. Dat hoort er niet per se bij, maar daar had ik gewoon even zin in. Daarbij een zomerhit. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet per se een go-to zomerhit. Ik denk vaak aan Love Generation. Gaat weer over liefde. Maar ik denk ook aan passievruchten. En dan niet de Nederlandse, maar de Engelse. Drake. Want Drake is heel goed. Love Generation, Passion Fruit, Drake, heel goed. We gaan hier ook nog even. Even met een andere kleur. Dat ziet er ook voor jullie wat leuker uit. Naar vakantie, Italië. En qua hoe het moet klinken, kunnen we het toch wel bij de blij zetten. Een beetje up tempo. En het mag ook wel romantisch zijn. Ik denk dat we sowieso voor een te gekke love song moeten gaan. Misschien is het leuk wel als ik hier even zo'n hartje bij teken. Hier, hoppa, gewoon even een hartje. Oké, romantisch, beetje Drake, beetje passion fruit. En misschien ook iets met festival. Kijk, en nu denk je zon, zonnestralen. Maar daar kan nog iets onder. Let op, niet koud. Ja. Oké, zomerhit. Is dit dan het recept voor een zomerhit? Vakantie, Love Generation, Passion Fruit, Drake. Ik vind vooral Drake heel belangrijk eigenlijk. Dat ik even een cirkel mee. Dat het wel een beetje als Drake klinkt. Als ik Drake hoor, dan denk ik van, hé, ik moet nu op vakantie of ik ben al op vakantie. Meestal heb je dat wel door, want dan lig je al op het strand. Dus dan weet je al dat je op vakantie bent. Wil je weer grappig zijn? Als ik Drake Passion Fruit hoor, dan denk ik, ja, dat is het. En er zit ook nog een andere bij. Die heet Madimba Rhythm of zo. Die is gewoon heel lekker. Ik denk dat ik tevreden ben. Genoeg dingen om over te schrijven. Misschien ook een lekker drankje, zoals een Aperolletje Spritz. Die drink ik zo graag. Die zijn heel lekker. Ik vind het gewoon lekker klaar. En hou je bezig met je eigen schiet eten. En weet je wat? Voor het visuele aspect doe ik daar ook nog even een glaasje bij. Dit is een Aperol Spritz. Hopen dat ik daar wat mee kan. En hier is nog echt een leeg vlak. Niet dat het nog per se nodig is, maar dat is wel leuk. Hier zeg ik gewoon van abonneer even. Nou, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat we genoeg onderwerpen hebben. Genoeg vibes en alles. Dus we gaan maar beginnen met de beat. En dan neem ik jullie mee in het schrijftraject. Let's go! Dames en heren, luister goed. We zijn nu een project begonnen op 123 bpm. En voor de mensen die niet weten wat bpm is, dat is het tempo van het nummer. En 123 bpm is een beetje die Passion Fruit Drake-achtige vibe. Madimba Rhythm, als ik het goed zeg. En ik heb dus nu al een klein drumpartijtje. En het eerste laagje, dat begint zo. Samba! Dit is al gewoon heerlijk natuurlijk. Er komt iets bij. Kick. Maakt het een beetje organisch. De high-hat. Jullie weten, tempo erin houden. En ik vond dus dit vocaltje online.
Ik weet niet. Het is een beetje weird. Maar meestal als ik iets zie op internet en het klinkt weird, dan pak ik het meteen. Je moet het gewoon luisteren en denken van, hé, wat een rare sound. Waarom heb ik dat gebruikt? Dat is een beetje mijn trademark. Let op. Dit met die drums samen hebben we het volgende. En dat is in mijn ogen wel, of mijn oren vooral, een goede basis voor dit zomerhitje. Tot zover de drums. Ik ga even checken welke akkoorden hier lekker oppassen. Ik zit te denken aan een lekker gitaartje of zo. Een beetje Spaans wil ik het hebben. Maar dat het niet veel te druk is. Dus vooral de focus ligt op die lekkere swingende drums. Dus ik check jullie zo. Ik heb even wat dingen geprobeerd en dit was eigenlijk de beste optie. Dus ik ga het even aan jullie laten zien. Ik heb een heel mooi gitaarloopje gevonden. En die klinkt dus als volgt. Het is eigenlijk niet echt een gitaar. Dus het klinkt eigenlijk best wel simpel. Ik heb er vooral wat reverb op gegooid en cassette. Dat is misschien wel leuk om even te laten zien. Ik film dit keer even mijn scherm niet, omdat ik toch veel comments las over dat de audio wat slecht is. Dus ik zit even te kijken voor een nieuwe computer die OBS en al die shit wat beter kan trekken. Maar dan moet je er wel abonneren, want hey, hallo, het geld stopt. Het geld stopt. Ik heb bij die bakvideo ook een lens laten vallen. Ik heb al die ballen van AliExpress moeten kopen. Dit is het geld stopt. Dus abonneer, kijk die advertenties lekker. Jullie zijn top. Zo klonk het gitaartje normaal. Echt kut, hè? Echt kut. En daar heb ik dus een van mijn favoriete plugins opgezet. En dat is deze. Die maakt het dus een beetje alsof je het afspeelt op een geluidssysteem van je opa of oma. Het is een ding van Waves. En het klinkt dan gewoon alsof het uit een cassette recorder komt. Misschien is het een beetje moeilijk om te horen. Maar ik hoor het wel. En dat is het belangrijkste. Want ik ben hier de creator. En jullie zijn maar gewoon kijkers. Jullie kijken maar gewoon hoe ik je al het werk verricht. Je bent een arrogante kwal. Punt. Die gitaar samen met die drums zijn als volgt. Ja, ja, ja. Nou, dat klinkt al gewoon heel erg lekker. Ik ga even zorgen dat even een lekker swingend baslijntje onderkomt. Misschien dat ik ook alweer voor een ambience ga. Dan denk ik dat het toch een ambience is bij het strand. Dus dat je een beetje kinderen hoort overgooien en de zee een beetje op de achtergrond hoort. Ik ga er ook even meteen pianoakkoorden onder zetten, zodat het allemaal wat voller klinkt. Het is gelukt. Ik heb een baslijntje. Ik heb wat akkoorden eronder gezet die aansluiten bij die gitaarloop. Die akkoorden klinken los, klinken ze zo. Ja, dit is gewoon al. Ja, kippenvel, kippenvel, kippenvel. Heb ik in plaats van een baslijn nu gewoon een 808 gebruikt. Klinkt wel een beetje hard, maar het geeft wel gewoon wat punch of zo aan die hele pokoe. Heel lekker. En ik had het net natuurlijk over die ambience bij het strand. Die klinkt als volgt. Je waant je toch meteen aan het strand. Heerlijk zeg, heerlijk. Strand, afvinken. Madimba Rhythm, Passion Fruit, Drake. Heel goed. Uptempo, uptempo. Kan ik die abonneren even ook al afvinken, volgens jullie of niet? Top. Heb ik die meteen afgevinkt? Dat dus samen met die gitaar, die bas, die akkoorden en die drums, klinkt dat. Woe! Dit is wel heerlijk hoor. Hey. Dat moet die melodie worden. Die ga ik nu meteen even inzingen. Zo, nou je merkt dat mijn stem nog niet heel warm is. Maar goed, dat ga ik even op replay zetten. Ik ga even wat woorden invullen op dat flowtje. Nu is het een soort van babytaal. Maar jullie weten, de eerste ingeving is heel goed. Jullie maken het al zelf af, heel goed. Oké, we zijn wat verder en jullie zien iets samen. Er is iets veranderd. Ja? Hebben jullie het door?
Het is de zonnebril, het is de zonnebril. Want we wanen ons helemaal in het strand. Ik heb ook zo'n TikTok ring light. Die heb ik iets hoger gezet. Het voelt daadwerkelijk alsof we lekker in Toscana aan het flaneren zijn. Heerlijk. Let op. Ik heb dus dat flowtje dat ik net had opgenomen. Dat heb ik nu een beetje naar woorden omgezet. En ik dacht, elk nummer wat ik schrijf is altijd dat ik een meisje leuk vind. Altijd dat ze maar niet bij me weg moet gaan. Dat ze geweldig is. En dat is ook zo. Maar vandaag gaan we het anders doen. Ik heb nu juist een tekst dat ik zeg, haal dat mens bij me weg. Ik moet mijn eigen leven leiden. Dat gaat als volgt. En ik heb ook nog wat elementen aan de track zelf toegevoegd, zoals dit. Ik heb bepaald dat de track begint met die drums alleen. En dat die daarna dus overgaat in het refrein meteen. Let op. Dat haal bij mij denk ik alleen maar. Haal me weg van haar. Ik moet juist nu alles zijn. Als ik hier nog even blijf, kijk ik niet meer van haar zijn. Nou. Jullie horen het, klinkt al best wel lekker, hè? Het is nu wel nog maar één vocal spoor. Ik heb er niet bijvoorbeeld een harmonie onder gezet of twee signalen die helemaal naar links en naar rechts zijn gepend. Ik heb het gewoon in het midden gehouden. Maar ik voel het wel. Het is gewoon een beetje leeg, maar wel lekker. Je kon het net al een beetje horen dat ik ook een soort Spaanse gitaar toegevoegd aan het begin van van het stuk waar de verse moet komen. Nou ja, Spaanser wordt het niet. Spaanser wordt het niet. Ik voel het. Ik ben enthousiast. Ik denk dat het handig is om nu even aan die verses te schrijven. Dat ik gewoon ga zeggen van, ik hoef jou niet. Je bent stom. Ik moet werken aan mezelf, et cetera. En dat hij dan weer doorgaat naar de hoek. Dus ik zie jullie zo als ik een stukje van de verse heb. Oké, ik zit even te vechten met die verse. En ik ben van plan om toch maar weer dat babyflowtje te doen. Om te kijken wat eruit komt. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk dat jullie dat even zien. Dus dat gaan we nu doen. Nou, je hoort het. Aardig babytaaltje nog. Maar ik denk dat ik gewoon hiervoor even moet settelen. En daarvoor even woorden moet invullen. Vaak als ik zeg maar denk van, dat refrein is echt fucking hard. En ik ga dan die verse beginnen. Dan is alles wat ik schrijf in die verse fucking kut. Dus ik heb nu even mezelf dit voorzetje gegeven. Ga dat even in woorden zetten en dan ga ik besluiten of het goed genoeg is of niet. 2 seconds later. Fast forward, we hadden dat flowtje net. Daar heb ik nu even wat woorden ingevuld. Ik weet nog niet helemaal zeker of het is. Maar het is minder slecht dan ik net dacht. Niet meer van de zijn. Down. Jij bent down voor mij, maar. Jij gaat down voor mij, maar. Aan dingen werken, voordat het hier gaat werken. Ik moet dingen beperken, plaats in mijn vorm voor jou. Bij mij denk ik alleen maar. Nu ik hem zo aan jullie laat horen, denk ik ook zelf van, nou, eigenlijk is die verse eigenlijk helemaal niet gek. Het is best wel vlak allemaal, maar ik voel het wel. Ook bij dat laatste album van Drake, Honestly Nevermind, is het ook zo dat die beat vooral eigenlijk het verhaal een beetje vertelt. En dat de vocalen allemaal wel een beetje straight zijn eigenlijk. Dus ik ga dat gewoon houden. Jullie hoorden net al eigenlijk dat het best een korte verse is, die eigenlijk meteen weer overgaat naar dat tweede refrein. Dus er rest ons niks anders dan gewoon gaan schrijven voor die tweede verse. En misschien dat ik wel een hele lekkere bridge er weer uit kan fietsen. Nou ja, we gaan het zien. Oké, jongens, ik ben dus bezig met die tweede verse. En die staat op zich wel. Het is een beetje hetzelfde flowtje geworden als de eerste verse. En ik dacht even aan die video dat ik die je blik richting mij beat ging ontleden. En toen had ik natuurlijk zo'n soort telefooneffect gedaan op Matty's stem in de intro. En ik dacht, dat is misschien wel leuk om die verse zo te beginnen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dus hierop datzelfde effect gezet. Als je deze plugin hebt, is het gewoon de phone. Dat klinkt dus zo. Ik voel alleen maar jou tegen mij. Wauw, dat is goed. En daarbij ga ik jullie ook meteen die tweede verse laten horen. Ik voel alleen maar jou tegen mij. Jouw kleding is al uit in mijn hoofd. Mijn ritme van mijn slaap, die gaat niet beter zijn. Met jou, dat is beter ook. Simple as that. Maar omdat die eerste verse ook een beetje zo vlak is en deze tweede verse dat ook al een beetje heeft, is die bridge gewoon nodig. Even een moment van andere akkoorden, dus dat ga ik ook doen. Ik ga even kijken in welke key het staat en ik ga daarbij gewoon even wat toffe akkoorden vinden. En dan zie ik jullie zo. Oké, de akkoorden staan eigenlijk voor die bridge wel. Ik heb er ook weer wederom zo'n heerlijke cassette VST op gezet. Dus het klinkt allemaal lekker warm en lekker fuzzy. Dat klinkt dus zo.
En dat is dus dezelfde key als die gitaar. Dus het klinkt niet gek als het naar elkaar komt. En ik dacht, dat gitaartje is natuurlijk een loop die, weet je, die basisakkoorden ook een beetje. Dus ik dacht om een beetje eigen karakter aan het ding te geven. Het gaat niet veel zijn, maar voor mijn gevoel is het gewoon altijd lekker als er iets in die track zit wat uit mijn hand is gekomen. En van niemand anders. Dus het gaat heel simpel zijn. Ik denk iets van dit. Ja, dat klinkt nu echt super leem, maar ik denk gewoon met een paar effecten erop en op die akkoorden dat het wel tof klinkt. Dus dat ga ik even opnemen. Oké, dat gitaartje is opgenomen. Dat klonk net wat leem, maar met wat effecten en met het verschuiven dat dit gewoon op de maat is, klinkt het nog best wel aardig. Of het iets toevoegt, dat weet ik alleen niet. We'll do the job, we'll do the job. Ik heb hier ook een effectje op gezet. Dat is deze plugin, de Archetype of Archetype van Corey Wong. En dat is gewoon heel erg lekker, want kijk, zonder dit en zonder die reverb klinkt het zo. Nou, super lame. En dan komt dit bakbeest erin en dan klinkt het opeens best wel lekker. Oké, inmiddels heb ik dus die bridge gemaakt net. Dat hebben jullie kunnen zien, dat kleine vingergitaartje. Ik heb wat elementen bij die akkoorden gedaan. Dat is deze Rhodes. Volgens mij is het dezelfde Rhodes die in je blik richting mij ook zit. Een lekkere bongo die bij de drums komt. Zomers, zomers. En als ik die bas dan mee laat gaan met die nieuwe akkoorden, dan klinkt dat dus zo. Zo was normaal, en dan nu die bridge. Ja, die gitaar doet het er wel, hoor. En dan gaat hij weer terug naar die hoek. Perfect, nu de tekst. A few moments later. De tekst staat erop, de tekst staat erop. En in principe is dus verse 2 en die bridge gewoon helemaal gaande. Ik denk het enige wat rest nog dat ik iets voor een outro bedenk. Dus dat ik misschien een stukje van mijn eigen vocal pak en daar een lead mee maak. Iets in die trant. Maar ik zal jullie nu eerst even die tweede verse en bridge achter elkaar laten horen. In mijn hoofd. Komt ie. Mijn ritme van mijn slaap, die zal niet beter zijn. Als die nou niet komt, word ik gek. Met jou, dat is beter ook. Ik stond niet open voor dit, maar jij bepaalt. Ik volg je lichaam, maar morgen dan baal ik. Ik moet aan mij gaan werken zonder je bij me. Maar dit zal het blijven. Met haar bij mij denk ik alleen maar. Kan me nog verwaarden, ik moet juist weer alles blijven. Wauw! Jullie merken het, ik ben er even stil van. Dit is wel echt super lekker hoor. Het enige wat rest is dat als ik hem nu stop, dat hij 1 minuut 41 is. Dus dat is misschien wat kort. En als ik dat refrein dus 2 keer zo lang maak, dan komt hij ongeveer op 2 minuten. Prima. Maar ik wil wel dat er nog iets gebeurt in die outro. Dus ik denk dat ik wat elementen van die akkoorden weg ga halen. En dat ik dan een lead of iets toe ga voegen. Wat ik dus heb gedaan is, ik heb van die hoek heb ik een stukje geknipt. Dat is dit. Nou, volgens mij is dit de originele. Daar heb ik dus een klein melodietje van gemaakt. Dat klinkt misschien wel een beetje gek. Nou, dat gaat eigenlijk 3 keer zo door. Maar met die effecten die ik erop had gezet, dat zijn deze. Een kleine EQ. Een little alter board. Dat is een soort pitch eigenlijk. En ik heb dus ook die penman erop gezet. Jeetje, dat filmen bij mij gaat echt goed af hoor. En dat is eigenlijk dat je hem heel snel van je linker naar je rechter speaker hoort. Tenminste, dat effect heb ik er dus opgezet. En dit is gewoon een pitch eigenlijk. Dus ik heb hem iets lager gezet eigenlijk dan je hem net hoorde. Samen met die beat klinkt dat dus zo. Hou me weg van haar. Hou me weg van haar. Ik moet juist nu alles zijn. Woe! Dat is geweldig man. Laten we nog even 1 keer op dansen. Die beach ambience is lekker zeg. Oh, die wil ik nog even solo gewoon een keertje horen hoor. Oi, 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 oi. Oh ja, heerlijk. Met haar bij mij denk ik alleen maar. Hou me weg van haar. Ik moet juist nu alles zijn. Als ik hier nog af verblijf, lijk ik niet meer van haar zijn. Hou me weg van haar. Ik moet juist nu alles zijn. Als ik hier nog af verblijf.
grappig. Hey, wat zullen we doen? Vorige keer bij de vorige challenge had ik die track als verborgen YouTube link in de beschrijving gezet. Nu laat ik even de keuze aan jullie. Willen jullie dat het weer in de beschrijving staat op YouTube? Of vinden jullie het wel eens een keer prettig dat ik een keer zo'n challenge op Spotify zet? Laat hieronder even in de reacties weten. Druk op dat duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal, want we willen binnen dat jaar die 100.000 abonnees halen. Dus abonneer je. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video en ik zie jullie de volgende keer. Ciao! Maar ik hoor het wel en dat is het belangrijkste, want ik ben hier de creator en jullie zijn maar gewoon kijkers. Maar normaal gesproken is het niet zo erg wat je zegt, maar gaat het niet, maar deze manier van hem. Deze manier vind ik gewoon stuitend. Ja. Wie is hij, godverdomme? Nou, exact. Paardenlul.